in Rosmarkt in Duitsland. Dit type wagens dit plaat aan een lange gezelschap en is meestal bestemd voor een passagiers. Passagiers die nemen plaats achteraan en zitten rug naar rug met de zitplaatsen vooraan. Let op het mooie paard van het type Welshkop, een heel oud ras uit Wales. Dat zou afstammen van de oorspronkelijke prehistorische Keltische pony. Door de hele strenge winters en het kaarse voedsel. En het schaarse voedsel ontwikkelde de pony zich tot een klein maar sterk en intelligent dier. Jeugd, dames en heren. Hier rijdt met een Franse pakjeswagen van Stefan Christophe. Een originele wagen die ondertussen gebruikt wordt als promotiewagen. Een Landauer is een veel voorkomend type dienstrijdtuig dat gebouwd werd vanaf 1840. Kenmerkend voor de Landauer is de kap niet gemakkelijk open en dicht geklapt kan worden. Wanneer de Landauer zoals hier gespannen wordt met een paard. Heel bijzonder dat deze aardspannen zijn op het paard. Dat is een prachtige mooie. Het was dan ook het paardenras voor de adel en de kerkadel. Eeuwenlang werden de karaktereigenschappen in het ras gefokt. Evenwichtig, pretzeker, wendbaar en fijn, maar vooral een uitvoerig karakter en een heel werkwillig temperament. Rainsby was hofleverancier op Buckingham Palace en een aantal wagens van dit merk kan je nog steeds bewonderen bij een bezoek op de Royal Mews, de koninklijke stal in Londen. Let u bij deze wagen ook op de bijzonder mooie koetslanden. Vooral zijn knoop en zelfs interieur gerichten zijn aanwezig. Let u op de portades op de volgende. Die dragen alleen de koetsiers van stand. De kleuren van de kokardes verwezen meestal naar de kleuren van het wapenschild van getrouwe replica naar een Nederlands origineel voertuig uit 1860. Dat u overigens nog altijd kan bewonderen in het Openluchtmuseum in Arnhem. De Panier was een van de populairste damesrijtuigen. Met name de lage instap maakte hem gemakkelijk voor de dames met sierlijke kledij uit de tijd. Het rijtuig had geen kap, of niet. De standknecht, zoals u ziet, zit achterop het knechtenbankje. Mevrouw rijdt van haarzelf, maar ze rijdt nooit alleen. Je hoeft niet vaak in een mooie verandering. Mevrouw Lieve Boeze, die laat ons genieten van haar kofferbrief van rijtuigenbouwer Binnenzuiger uit het bouwjaar 1878, excuseer. Dit rijtuig is volledig authentiek gerestaureerd. Zelfs de originele kleuren uit het bouwjaar zijn teruggebracht in deze koers. Spider is zonder twijfel een van de elegantste telgen uit de Phaeton-familie. Kenmerkend voor de Spider zijn de vier bovenvleugels die de bok verbinden met het achterstel. Die met iets of wat sympathie en kadeers gezien als de poten van de heer Rainer Volter toont een versie van de Sternhoek Phaeton zonder kap. Ditmaal een prachtig rijtuig van de firma Oepermulle uit Hildesheim bij Hannover in Duitsland.